Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Dennis'ke. En vandaag hebben we jullie episode 4 van mijn Outlast walkthrough. En ik heb een paar dagen geen Outlast geüpload. Dat kwam omdat ik dus niet kon recorden op de PlayStation 4, want ik had geen Elgato meer. Dus die heb ik gisteren binnengekregen. Gisteren heb ik een unboxing video van hem geüpload. Dus jullie kijken op mijn kanaal. In ieder geval, wat me dus opvalt, is dat we een stukje teruggezet zijn. En waarom weet ik ook niet, want volgens mij had hij hem dus opgeslagen waar we waren. Maar we zijn dus een stukje teruggezet. Ik weet niet hoe ver dat ongeveer is. Want ik kan me sowieso herinneren, hier ben ik sowieso voorbij gekomen. Dus we lopen nou wel gewoon verder en we zien het wel. En trouwens, ik heb even timer gezet op mijn telefoon. Want dan weet ik ongeveer hoe lang ik bezig ben. Ik heb hem op 15 minuten gezet, dus ongeveer 15 minuten bezig. Als ik dan net in de actie ben, weet je wel, dan ga ik verder. Maar mocht er dan net een saai punt zijn, kan ik best wel stoppen. Anders zit ik daar een keertje midden in de actie. En ik dacht dat ik een batterij zag. Oh nee, dus, what the fuck? Wat is dat? Lol, dat is gewoon schaduw. Of ja, schaduw. Lichteffecten, kijk dan toch. What the fuck? Lijkt net een hulk. Holy shit, hoe breed. Wel een beetje jammer, die schaduw. Een beetje blokken. Oh ja. Hier kan ik ook in. Moest ik deze kant of moest ik niet de andere? Ik moest de andere kant op volgens mij. Ik weet niet meer. Wacht, ik had ook. Hoe moest ik ook weer een camera pakken? Oh zo. Hoe zit ik ook. Zo. Hallo. Oké, waar moest ik heen? Ik kan me niet meer herinneren waar we heen. Hier moet ik daar ook hiden, dat weet ik wel. Dus dan moet ik de andere kant op, daar kan ik overheen. Hier kan ik niet doorheen, hè? Nope. Gaan we hier overheen? Maar dit hebben we de vorige keer al gehad, maar het is wel even geleden, dus ik weet het niet meer precies. Oh, hier zit die kerel met die knuppel. Oh nee, met die politiestok. Oh, hier kan ik ook in. Hey, dat is handig. Hoef ik niet zo ver rond te lopen. Hier kan ik denk ik niet door. Die kerel kan ik gewoon. Hey, wacht, kan ik hier onderin? Nee? Ah, jammer. Hier moest ik. Oké, misschien moet ik. Ik zag hier ineens vierkantje. Kan ik hier door? Ik zag vierkantje. Hier kan ik ergens iets doen. Kan ik de stroom. Nee? Nee, misschien kan ik er aftappen dat ze mij niet zien lopen. Ik zag sowieso vierkantje. Wat was dat dan? Ik ga sowieso terugkijken de volgende keer. Als deze online staat. In ieder geval, die kerel doet mij niks. Oké. Oh, je moet het ook. Ik maak een deur open en dan zit er iemand bij die deur. En dan moet ik rennen. Run! Hoe kan ik rennen? Hoe kan ik rennen? Hoe kan ik rennen? Hoe ren ik ook weer? Oké, dat was niet handig. Oh, L1. Maak dicht. Jezus, dat werkt ook allemaal maar half. Ik moet even die besturing doorkrijgen. Oké, dit kan dicht. Ja, dit is even faal van mij. Ik weet even die besturing niet meer. Ik wil eigenlijk een andere locker gaan zitten. Maar omdat ik dus allemaal knoppen zat te duwen. Dat faal. Just another ghost. Heerde? Zeker. Just another ghost. Het probleem is. Ik moet sowieso die kamer in waar hij zat. Zit hij hier nog steeds bij mijn locker? Ergens? I don't know. Oh, daar loopt hij. Ja, ik moet hem eigenlijk voorbij. Maar ik weet mijn god niet hoe ik hem dan voorbij kan komen. Het enige waar ik aan kan denken is. Hem voorbij rennen. Of als ik die locker, die eerdere locker neem, dat hij doorrent. Maar dat lijkt me sterk. En die gozer snel. What the fuck? Zo irritant die bestuurder. Oké, ik kan de camera rennen. Oh, je rent harder. Wacht even. Zo, en je rent. Volgens mij ren je harder zonder camera. Ik weet niet zeker, maar het lijkt wel op. Ah, daar kom ik niet in, hè. Vorige keer heb ik hem ook al gecheckt. Zit daar weer terug. Oh, dat is gunstig. Oh, dan gaat hij gewoon weg. Ook iets dat hij gewoon wegbleef, dat is handig. Oké, hier moeten we sowieso zijn. Ik weet niet wat ik dan de voorkamer zat te kloten. Activate, wat gebeurt nou? Oh, follow the blood. Hé, hey, daar ben ik erin gelopen. Toen wist ik dat ik er gewoon aankwam. Bitches. Misschien nog eens iets te vinden, batterijen. Want ik heb laatst een keertje gehoord van iemand die zei van, ah, je bent gewoon een batterij voorbij gelopen. En die dingen zijn best wel belangrijk voor mij. Oepsie. Oepsie. Hup, hallo. What the fuck was dit? Oké, ik moet toch gewoon wegrennen. Shit, ik wou die deur dicht doen. Well, what the fuck? Hij komt dan ineens gewoon binnen. Waar moet ik dan heen? Ik moet sowieso die gozer gewoon. Nee, shit, die deur ook. Dat had ik
Ik had die lok regen moeten, maar ik weet mijn god niet waar ik nou heen moet. Dat wordt niet echt aangegeven, dat vind ik irritant. Oh, dat is handig. Oh, what the fuck. Oké, dat was ook niet te doen. Oké. Oh, wacht, daar moet ik door, dat klopt. Ja, eventjes dat ik hier al door was geweest. Oh, wacht. Ups. Ik zit daar nog niet. Ik dacht even, ik ben al een keer eerder door zo'n ding heen geweest. Ik dacht even dat dat net al was, maar dat was deze niet. Deze is dicht. Security. Oké, dat kan niet door. Oké. Die kunnen mij toch niks doen, denk ik. Kijk hier. Oh, dat is beneden, dat is die prison. Mensen zitten aan de andere kant, dus die kunnen mij niks maken, denk ik. Oh. Oké. His tongue and his liver. Dit is best wel sick. Ik wist dat dit ook allemaal kon. Ik hoop alleen nou niet als ze nou naar rechts of naar voren naar links kijken. En als ik ga dan. Hallo. Ik ga echt niet omhoog. Ik weet dat dat fout afloopt. Werd dat het toch fout afloopt? Wat? Waar de fuck zijn die mensen? Oké, kan ik hier dan ook door? Dan moet ik hier toch ook gewoon doorheen kunnen? Oh, ik kan het zeggen. Hier heb ik genoeg licht, hè? Hey, batterijen. Echt, joh, dit is gewoon het enige wat je nodig hebt. Je hebt geen eten, geen drinken nodig. Hij kan gewoon alles overleven, maar het enige wat hij nodig heeft is batterij. En dan wel dure cellen, die gaan langer mee. Hoor ik iemand lopen? Oh, dat is er beneden gewoon. Die kerel met die koptelen dingen zitten beuken. What the fuck is dat? Koffie! Lekker, man. Oh, wacht. Oké, misschien is het niet zo goed om al die dingen te bekijken. Iedereen is toch dood. Dat is niet echt een goed teken, denk ik. Meestal is dat een fout iets. Kan ik niet eens. Dat wou ik zeggen. Kan ik niet eens de stroom uitzetten, maar ik denk dat ik toch liever de stroom aanhoud. En dit is ook zoiets. Waar gaat dat heen? Die bloedsporen moet je meestal niet volgen. Dat is meestal niet zo slim. Yo, deze video heb ik iets eerder afgekapt dan dat eigenlijk de planning was. En dat komt omdat deze video vanaf dit moment gelijk crasht. Er is iets met dit bestand fout. Waardoor hij iedere keer als hij iets verder dan dit loopt, dat hij crasht. En ik ga dit proberen te fixen. Want bij een serie eigenlijk als dit is het heel belangrijk dat je elke episode en elk stukje te zien krijgt. En vanaf dit stuk loopt het dus fout. Dus ik ga proberen deze video morgen op een andere PC te renderen. En dan zie ik of het aan Sony Vegas ligt of niet. Op het moment gaat dat niet, want het is 11:15 s'nachts. En ik moet morgen vroeg ook naar school. Dus ik denk, ik zal eventjes dit stuk voor jullie renderen. Zodat jullie toch al een deel hebben van de Outlast video. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Als je de video leuk vond, laat even een like achter. En alsjeblieft duim voor mij dat dit dit gaat lukken. Dat ik dit kan fixen, want anders zou het wel heel erg lelijk zijn. Want op een gegeven moment gaat er iets fout, waardoor de video ook gelijk crasht. Maar dan loopt het ook niet meer gelijk, zeg maar. De stem, mijn facecam en de gameplay. Dat is heel raar, want ik snap niet waar dat aan kan liggen. Maar in ieder geval, ik zie jullie de volgende episode wel weer. Dus tot dan. Houden we.